Inwoners van Almelo kunnen vanaf vandaag in hun eigen buurt terecht met vragen over bijvoorbeeld werk, inkomen, zorg, jeugd of schulden. Er zijn 6 wijkteams waar inwoners van maandag tot en met vrijdag terecht kunnen, zonder afspraak. Nou, het was een heel traject. We zijn in september 2018 begonnen met anders werken. Er is ook heel veel gevraagd bij inwoners van wat zouden wij nu als gemeente anders voor u kunnen doen? Hoe kunnen we u het beste helpen? Er is heel veel uitvraag gedaan. Er is bij Almelo Doet meegevraagd, er is gewoon in de stad gevraagd, er is bij onze medewerkers natuurlijk een hele uitvraag gedaan om te kijken, nou, hoe kunnen we die slag maken om meer naar onze inwoners toe gericht te worden, als het ware. Nou ja, ik vind het een hele mooie initiatief van de gemeente, want dan stapt eigenlijk gemeente naar mensen toe. En dan kun je gewoon zelfs in je eigen wijk, zeg maar, roepen naar hulp in plaats van helemaal naar de zeg maar officiële gebouw van de gemeentehuis. Ik ben Koos Werk en ik begeleid mensen die met een heel vraag komen voor werk of op een ander gebied, hè, wel vrijwilligerswerk. Ja, ik kom met de vraag naar de uitkering. Dat is ongeveer maanden terug. Op het gebied ook van werkgelegenheid. Ik ben door mijn contactpersoon Gita echt geholpen om naar een vrijwilliger werk nu te vinden. Ja, hoe eerder we het merken, hoe eerder we in contact zijn met onze inwoners, hoe kleiner als het ware het vraagstuk nog is en hoe makkelijker het op te lossen is. We hebben geholpen aan het werk, maar dat bleek al heel snel dat het niet voor hem op dit moment niet haalbaar is. Maar hij heeft wel heel wat meegemaakt en daar hebben we gezegd van goh, we gaan eens even kijken met vrijwilligerswerk. Want hij wil heel graag met vluchtelingen werken en daar heeft hij ook ervaring mee. Binnenkort gaat hij dus starten met vrijwilligerswerk en dan gaan we stapsgewijs kijken naar betaald werk, eventueel gecombineerd met een opleiding. Ja, nu is het vrijwillig werk en hopen over een paar maanden dat ik echt een betaalde baan heb.